Oh, het is echt schandalig. Ik ga gewoon niet eens zeggen hoe laat het al is. Goedemorgen, het is maandag. Gisteren werd best wel een minder leuke dag. En we gaan vandaag proberen het beste ervan te maken. Gelukkig zijn kinderen heel veerkrachtig, dus dat scheelt. En ik ben wel heel realistisch, dus dat moet gewoon te doen zijn. Ik ben er net uit. Ik ga even een theetje zetten en wat eten en dus even wakker worden. En dan gaan we deze dag dus echt beginnen. Beginnen met een lekker gezond ontbijt. Oh, ik ben zo moe. Sarah is met Mila mee. Die zijn gaan varen, ook met haar moeder. En ik denk dat ik eerst heel even nog ga slapen. Want ik heb echt 3 uurtjes geslapen en onderbroken. Dus ik ben zo moe. Dus ja, ik ga gewoon eerst even mijn bed in. En dan begin ik de dag gewoon over een uurtje of zo opnieuw. Goedemorgen of goedemiddag. Ik was dus geslapen en ik had de wekker gezet, maar daar ben ik echt totaal doorheen geslapen. Dus ik zal het wel even nodig hebben gehad, maar zoals ik zei, ik had echt een rotnacht gehad. Dus ik ga me nu snel even douchen, aankleden en nog even snel iets van mijn dag maken. Maar het is gewoon echt alweer veel te laat. Ik wilde echt niet zo lang slapen. Maar ik zakte echt letterlijk door mijn benen van vermoeidheid. Ik kon me niet focussen, niks, weet je. Dus ik kreeg niks uit handen. Dus ja, dat schoot ook niet echt op. En ik wilde eigenlijk helemaal niet uit van het licht lekker. Maar echt, als ik die klok zie, oh, het is echt schandalig. Ik ga gewoon niet eens zeggen hoe laat het wel is. Gedoucht en me even simpel aangekleed. Ik heb dit topje gewoon aan van Fila. En dit broekje, wat vind ik ook altijd een beetje op een rokje lijkt, van Colorful Rebel. En ik doe daar gewoon mijn Haviana zo onder. En ik ga toch niet meer weg, want het is veel te laat. Dus ik denk ook niet dat ik make-up op mijn gezicht ga smeren. Maar ik heb wel echt heel erg honger, dus ik ga even wat eten. Ik loop vandaag echt een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Want ik weet, Sarah is nu afgeleid en leuke dingen aan het doen. Maar als ze dadelijk terugkomt, dan wordt ze natuurlijk weer alles... Zo, gaat heel goed. Wordt ze natuurlijk weer met alles geconfronteerd. En ja... Dat is niet leuk, voor haar niet. Maar voor mij is dat ook niet heel makkelijk. Dus ja, ik ga een beetje van hot naar her zonder eigenlijk iets gedaan te krijgen vandaag. Het is gewoon even een hele rare dag wat dat betreft. Maar het is ook al laat, dus ik ga zo koken. Ik heb net eten wel klaargezet. Marco is laat, dus ik eet met Sarah samen. Dus ja, we gaan het zo zien. Oh. En ik neem weer lekker scheef. Nutteloos talentje van mij. Vandaag gaan we voor gezond. Echt, ik haat mijn leven zoals dit gebeurt. Echt te kansloos. Oh, ik dacht even de camera daarbij pakken is wel een goed idee. Maar het zonnetje is zo fel. Je ziet ook helemaal camera. Ik was nog even aan het lezen in de tuin. Het is zo lekker nu. Het zonnetje brandt niet meer. Het is gewoon warm. En ik heb mijn boek erbij gepakt en... Heel charmant om het zo te laten zien. Ik kom er langzaam wel iets in verder. Ik heb geen idee of mijn beeld scherp is of dat ik goed richt. Want ik kan het gewoon niet eens zien. Dus ik ga gewoon even lekker lezen en genieten. Oh, het is toch een beetje een verloren dag vandaag. En nu is het tijd om even flink te gaan editen. Want ik moet nog 3 vlogs. En ik haat achterlopen. Dus thee, laptop en let's go. En ik heb weer lekker deze koekjes. Oké, dit was best wel een, nutteloze dag. Maar goed, hij is voorbij. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ga mijn bed in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje achter te laten en een leuke reactie. En vergeet ook niet je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!